Ik heb mijn broadcast gestart. Hello, Bulldogs. Hi, great, how are you? It's really not in the board, in the session. Ah, okay, no problem. Millie's going to stream. Jaren! Oh. Let me check this one. Connect. Are you connected? Yes. Giveaway reset. Yes. Open. Zo. Ik had hem nog geen 10 seconden openstaan. Cornelis, ja. Oh. Safe. And show more. Copy. Oh, jullie zitten die auto kapot te maken. Huh? Moet jij je headset nog in, Willy? Ja, dat zo. Koning Willy staat er al bij, denk ik. Hey, Ready, Willy is ook wat. Ik zei letterlijk Willy. Koning Willy en dan Beaker. Zal ik ook live gaan? Bridge. Zo. Save. And then this one. And then this one. 29 messages. Doe ze rustig. Chill dat ik morgen 12 uur al uit heb. Kan ik gewoon een beetje oefenen? I don't know. Nou, misschien wilde hij uit de chat, uit de party gaan en is hij uit het ding gegaan. Even kijken. Zo. Raffle 10, Raffle 10, ben weer eens aan het werk. Hi, yes sir. Dus nu weer even geen geluid aan. Hallo, prank. 13 uur gaat het niet worden, hè? Nou, heb jij nog de race geoefend? Ik niet. Zo. Rianne. Hè? Heb jij de race geoefend? Nee. Kijken of ik kan multitasken. YouTube video's. Oh. Even kijken, giveaway van februari. Januari giveaway. Dan moet ik die hebben. Hey Mookie. Hey. Je moet niet zoveel aan je knopjes aan je stuur zitten. Jawel. Ik zat net te kijken en ik zag je al die knopjes draaien zo de hele tijd. Moest wel lachen. Ja, nee, ik heb helemaal gedaan, blijkbaar, die hele stream. Ik mag geen patroon hebben, dat nu wel. Sorry?
Mag ik nou wel gewoon weer rijden? Uit. Oké. Luipen mag nog wel instappen, moet ik niet information hebben. Sloot het spel zichzelf af? Nee. Jezus, what the fuck is deze delay ook? Ja, safety car, we zijn net 2 seconden onderweg. Doe je goed. Maar ik heb ook delay nu, jongen. Oh, dit is kut. Wie missen we allemaal nog? Oh, David, haal me in! What the fuck? Echt, jongen, wat een kankdieve steringsspel is dit, zeg. Welkom, Mookie. Jongens, wie missen we nog? Ik word zo lui van. Dieve safety car, zeg. Stift gewoon compleet om me heen. Oh, Danny, oh. Ja, wat is er? Wie missen we nog? I don't know. Jane en Lies. Ik weet niet wat hij is aan het doen. Vapid, Jay, Dani, Mookie, iMic heb ik nog staan. Amnesia, Nivarum. Oh, Bulldogs left. Uh-oh. Hey, Amber. Zo. Hey Marjolein. Ja, goed. Hoe gaat het met jou? Oké. Eindpunt instellen. Potjandori.
Jij verlengen maar. Als ik jou nou eens op 80 zet. En dan nu hier eindpunt instellen. En dan jou hierheen schuif. En dan zeg ik bestand opslaan als give a February opslaan. Opslaan, publiceren. Nee, opslaan als een high definition filmpje. En opslaan. Zo. Hij is aan het renderen, jongens. Zo. Oh joh, eng het rekkersauto hier. Oh joh. Oh, leedschelkens, hallo. Oh, het is een 5 voor 8. Die vissen te snel. Mm-hmm. Hey, Bulldogs. Moeten we nog mensen inviten van die jullie weten? Zal ik eens even kijken. Volgens mij heb je gewoon bijna geen gelukken. Minigames. Hey Bulldox, er is iets raars met zijn services ofzo. De winkans is 70% bij je. Bulldox heeft een afbeelding gestuurd van zijn dingen. Hij heeft niet zelf geleerd. Volgens mij gaat hij... Kan hij nu niet meer rijden of zo? In de PlayStation groep? Oké. Okay. Ja. Oh nee, mijn controller is bijna leeg. Ik kan hem op moeten laden. Mijn is ook bijna leeg. Oh, maar ik kan nu echt niet lekker rijden. Oh, oh. Nu lekker weer bij mijn bureau gaan zitten. Bulldog heeft een afbeelding gestuurd. Heeft hij die ook een Slack gestuurd? Nee, dat weet ik niet, maar, want PlayStation app is reet snel. Ja, er staat iets met... Even kijken. Alert. Files. Oh, nee. Maar dat kan ook bij ons gaan dan, hè? Nee, ja, dat kan een foutmelding van GTA zijn. Dus we zien het vanzelf. Files een keer te play GTA en ik hoop dat je download van de Rockstar Game Service. Pliegensens. Ik heb dat zo vaak, maar als het nu moet, ik zweer het. Ah, shit. Here we go again. Nou, is die al klaar? Hij is al klaar. Sluiten. Sluiten. Creepy ass hot on the fork. Ben weer. Hij had je net van Bulldog gezien? Nee. Hij, waarschijnlijk kan niet dat meerijden, jammer genoeg. Oh. Dat is kut. Maar dat, maar dat kan. Dat kan ook bij ons gebeuren, hè? Hoezo? Dag Mookie. Nou, GTA services of zo. Ja, moet je maar zelf kijken. Ga die mastersgroeps hebben. Oh. Oh no, here we go again. Creepy as hot on the fuck. Wat doe ik nou? Ik weet nou mijn god niet waar dat tyfus ding is. Kijk, mijn nieuwe dansje. Oh, nice. Nou, ik zie het straks wel waar dat ding is. Ik weet het nu niet. Creepy as hot on the fuck. Rianne. Ja? Yeah. Nou, ik heb sinds gisteren een PC gekocht. Mm-hmm. Ik ga er ooit. Dus daar speel ik nu al een paar dagen op. Ik ben net al 2 dagen niet op PlayStation geweest. Zo. Hey Dani. Creepy as host van de fuck. Bijna iedereen zijn auto's blauw geworden. Echt? En dan weet je wel gelijk wie ik ben.
Ja. Dan doe ik het ook nog even. Ja, maar ik vind mijn auto echt wel clean. Dan wil ik het ook. Maar jij bent toch, jij hebt toch die gele? Nee. Maar je hebt hem ook weer blauw gemaakt. Ja. Ik ga lekker met Gold Blue Monkey doen. Meedoen. Je zit bloed. En het ijsmak is nu bloed. Ik ben pas keer. Het is gewoon maar normaal blauw, of Vepet niet? Is er niet. Ik heb gewoon donkerblauw. Dat heeft eigenlijk de meeste. Maar ja, die heeft de auto waarschijnlijk niet. Maar hoezo heeft Vepet nooit die auto's? I don't know. Oh ja, misschien is je geld zeven, zoals ik altijd doe. Ik vraag, kom ik aan bij jou? Kan ik de auto even pakken? Nee. Wat dit? Kijk mijn auto. Nice. Ik ga lekker makkelijk punten halen. Ja, zo. Nee, maar als Boris niet kan meerijden, dan kan ik hem inhalen. Ik weet niet hoeveel kijken bij de punten, mensen. Jan, staan de punten er al? Kamera Van is er, Bulldogs, Vepit. Zonder de punten heb ik niet eens te zien. Magnus, en die zal werken zijn. IMIC. Oh, 23 laps! Ja, maar het duurt 3 kwartier. Het duurt 3 kwartier. Amnesia. In die baan is lang. Oh, jij hebt al ingehaald! Oh mijn god, ik heb jou letterlijk nu alweer ingehaald. Wie? Mij? Ik sta nu alweer vijfde. Ik heb, weet je nog de race waar ik afgevallen was? Ik sta nu alweer boven Dani. Hoe dan? Waar zitten jullie naar te kijken? Nee, ik sta negende, Dani. Wat wil jij nou? Oh ja, nee, ik was bij die andere. Ik was bij die van de race. Vierde. Dat is de race. Oh, maar ik sta vierde. Ja, maar we zijn pas net begonnen. Ik sta nu negende. Wacht, ik heb 74 punten, Boedoks 90, maar ik kan hem inhalen, dus ik kan derde staan. Dadelijk, misschien. Tweede. Als Vepit ook niet komt, dan... Oh ja. Ja, maar dan... Oh, joh, dat staat... Maar Reizer is er ook niet, toch? Dat is Reizer is er ook niet. Oké, okay, dat is mooi. Jij bent er wel, Blue Monkey. Die is er wel. Billy, ja, eigenlijk... Oké, okay, ja. Nou, ik kan wel een plek opschuiven als het goed is. Sowieso wel eentje. Ja, of Willy rijdt weer een kutrace, dan kom ik nog voor Willy te staan. Nee. Als Willy weer zevende wordt, ja, dan haal ik hem sowieso in. Ik heb hem nog niet gereden. Ik ook niet. Ja, één keer. Testrace. Weldadige Weldadige tepels. Nou, Dani, ik kan zelfs wel dicht bij jou komen te staan. Mm-hmm. Willy staat vijfde, ik heb maar 44 punten. Kom in, hopefully. Het is 8 uur. Mm-hmm. Dat begint er is. Ja, ik moet het opstarten. What the fuck is dit fout dan? Creepy as Holstra the fuck. Creepy as Holstra the fuck. Fuck. We vechten, kom dan Nivarum. En nu een RPG erop schieten. Oh. Nee, dan heb ik een killstreak. Nee, maar dat is zo verleidelijk. Wow, dan heb je een killstreak, jongen. Oh. Bril, dan mag het. Nee, natuurlijk niet. Oh. Boom. Nee. Boom. Hey, ik ga jou weg. Alsof ik echt ga schieten. Ja, maar dadelijk doe je per ongeluk, snap je? Hoezo? Je gaat zien poelen hoor, je hebt 1 tomato. Ik hoef op eentje te schieten en de rest gaat gewoon af. Hey! Dit is ook een doen dit. Oh, net als Cosmo, ik dacht dat het Willy. Nee, niet doen. Op jou kan ik ook gewoon schieten. Nee, doen. Oh, Dani. Oh, ik ga je blokkeren gelijk. Ja. Oh, Dani. Nee, niet doen. Hey. Als je gaat rijden, schiet ik. Oh, oké, nu ga ik je schieten. Ja, fuck jou. Oké, als je ooit terugkomt, dan schiet je dood. Ziek dan aan anderen komen. Je moet 1 keer terugkomen, jongen. Nee, grapje, ik doe niks. Gisteren. Bruin. Adjelen.
Ja, dat is kut. Kutkind! Op die paal! Op die paal! Ja, hoezo krijg je politie? Ja, omdat je mij toch neerknalt? Met je fucking AK-mapresser of zo. Nee! Ik zit als pestje ziet, broer. Oké, dan ga ik hem opblazen. Geen stap meer vooruit, of ik schiet je dood. Stoppen, of ik schiet je dood. Stop maar. Stoppen, of ik schiet je dood. Stoppen, jongens, of ik schiet noem een kleur. Nee, ook tief is wat. Weer blauw. Ik heb net gestart, hè, dus ik kan het gewoon doen, hè. jij niet kunnen. Jij niet hoe. He's gone, right, purple. Ik moet rennen. Iemand, noem een kleur. Blauw. Blauw. Groen. Maar blauw is vorige keer al. Wat blauw? Dan. Amber, noem een kleur. Amber. Ja, teringkind, jongen. Die zit door mijn kont gehad, jongen. Jongens, niet schieten. Ja, kill mij toch? Jongen, Justy. Stak die race. Jongen, niet zo gaan doen, hè? Die race kan wel gestart worden. Oh, Vapid is er wel. Hé, hey, Dani! Rood, oké. Okay. Ja, maar jij bent echt zielig, hè? Oké, ik stop. Ik stop. Thanks voor de apple, by the way. Ik doe niks. Ja, jankert. Ja, man. Niet fokken met de Sniper King, jongen. Niet fokken met je woody, man. Jakko! Nee, niet doen. Nee, ik stop! Jongens, hou eens op met schieten. Hond? Ik ga jou kosten. Er ligt een verbrande auto op je auto. Ja, daardoor gaat die van jou ook in de fik nu. Oh, ik had tante veel geluk. Mijn auto stond in de fik, hè? En is die ghost het gegaan van me? Hey, wow. Ja, ik heb je geghost. Ja, ik smekte het. Ik ga wel echt plat tante. Ik heb je geghost. Moet je weet. Er staat hier een auto met open dak. Jij niet weet. Ik heb gelijk weer Popo. Ik span in met Popo. Begrijpen? Begrijp dan nu. Ik heb zieke waggy. Hey, Ghost Kid. Zieke waggy. Zieke waggy. Hey, joh, kut Vapid. Hey. Niet zo agressief toen. Ik heb Vapid klem gezet, kijk. Ik had je net kan alvast wel de sessie opstarten. Zal ik? Ja toch. Nee toch? Oh joh, als ik al deze auto's opblaas, jongen, ik ben zo. Ja, maar kijk, nu span ik niet met Popo, maar vol als ik in. Nee, dat is Popo. Hij redt gewoon weg als een kleine. Ik loop tegen hem aan, hij gaat gelijk huilen. Ik krijg gelijk politie. Creepy ass, what's trying to fuck? I'm here on the whole ghost now. Ik sta in de fik. Ja, lekker man. Jij niet weed. Oké, noem nog eens iets leuks. Ballonnen. Hey, boom! Nee, niet doen. Jij niet weed. En niet varen. Volg die politieman aan. Ik heb Nivarum eruit getrokken. Nivarum! Nee! Staan blijven! Maar is sowieso een Duitser, jongen. Blijf staan! Duitser! Hij staat, ja! Ik kan me niet uittrekken. Wat is dit? Ik kan me driehoek terug. Oh, Rianne, kijk hoe kon ik erbij staan. Ja, nu kan... Nee! Ik word... Dit is echt niet normaal meer. Ja, oh, Willy heeft begin van gelijk erin. Kut politie, jongen, op donderen. Dat. Toen. Maar ik heb de race nog niet eens één keer daarna gereden. Jawel, we hebben de dingen wel gedaan. Daar heb je ook aan meegedaan. Ja, maar dat was ook gelijk de laatste keer.
Maar die had ik niet eens met de retinue gedaan. Die had ik volgens mij met een... Oh, jawel, met de MK2. Ik had hem met... Ja, MK2. Ja. Oh, iedereen is er al. Hij kan gelijk beginnen. Twee. Dit was iedereen. Nee, dat ze het vorige keer met MK2 hebben gereden. Maar Willy weet denk ik niet dat iedereen er nu in zit. Iedereen die in de lobby zit, is nu geen fight, zit er ook in. Nee. Ja, ik zie iedereen, hoor. Volgens mij is iedereen er ook, hè Wilfred, al? Ja. Het is er ook al. Kom er nou niet over. Nee. YouTube Studio. Hey, schat, ik dacht echt van me. Even niet. Lila Leed, je vrienden smaken altijd op mijn reet. Ja, ha, 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 ha. Jongen, weet je wat is? Dat kan. Blijf van mijn fucking drinken af, dat probeer je te doen. Weet je wat is? Ik rust dit even te Google. Niet met Google. Ik word helemaal ook geslecht van Google van jou. Wow, wat is dat voor ding? Rip, kussen! Zo. Dance on the floor, die lach. Oh, je hebt nog wel een paar punten, Amber, dus dat scheelt. Een lekkertje van me. Hé, wie heeft de muziek aan staan? En wilt u die liever uitzetten? Nee. Ja, dit. Mijn moeder geeft mijn vader nooit een pleziertje in bed. Wacht, inderdaad, dan heeft hij weer gelijk in, die gozer. Heeft hij weer gelijk in, die gozer? Ik moet plassen, ik ben zo terug. Yo. Je hebt nog 20 seconden, Dani. Opschieten. Hij zei ik binnen het ijsbed. Oké, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, maar hij moet al de juiste 6, auto kiezen. 7, 8, 9. Oh, je 10, hebt hem gelokt. 11, 12, 13. Net terug. 14 seconden. Hier, Rian, ik zei toch, hij plas echt binnen, weet ik veel. Hoe snel pis jij heen, mijn god. Ja, de wc. Ja, de badkamer is naast mijn kamer. Ja, dan heb je... Oh ja, als je nog de trap op moest. Nee. Dan wil je de godsverdomme een half jaar over, jong. Niet te zuinig. Aziatische blablablatyfus. Oh, de giveaway staat online. Oh my god, oh my lord, oh my lord, oh my lord, oh my lord. Heb ik gewonnen? Oh, ga ik poeder. Enge muziek. Ja, dat hebben we tijdens de stream gedaan. Wie heeft er nou gewonnen? Oh, Jesse streams. Die guy heeft letterlijk... Die guy heeft letterlijk net nog gezegd uit dat ik een raffle 10. Ja, maar dan kan hij gewoon niet winnen de volgende keer. Dat is een tijd geleden, Krijn. Ik dacht dat mensen... Was het nou van januari? Was het nou echt een video van januari? Februari. Oh. We ging van 3 en... Oh, sorry, ik was dat vergeten. Ik was het vergeten. Maar ik ben alweer terug. Dit telt nog niet mee, hè, Rianne? Dat ik een klein stukje... Tuurlijk niet. Ik wil net zeggen, want dan ben ik weer terug Discord. Ik was het vergeten. Is er iemand doorgereden? Nee, niemand is... dat is top. Ik ga hier zachten. Want dan krijg jij disqualify. Ja. Creepy assholes trying to fuck. Where would a whole cops look? Wat kan mijn fan doen? Ja, maar kan mijn fan, die blijft er altijd staan, hè? Dan ziet toch wel naar voren komt. Oh, ja, dat kan. Even kijken wie er een DSQ gaat krijgen. Deze keer ben ik het niet, dat weet ik wel. Ik ook niet. Niemand is te vroeg weg.
Oh ja, bocht naar links. Ja, zeker. Oh, chat lezen en ondertussen gamen is echt niet handig. Nou, ik zit dus niet meer op mijn monitor, want ik heb mijn PC, dus daar staat hij op. Ik zit nu op mijn televisie, maar dat is niet echt het beste wat ik heb, zeg maar. Nou, ik zit hier met twee televisies en een laptop voor mijn neus. Willy zit letterlijk naast me. Gezellig. Hey Willy! Ja, dan gaat Willy al gelijk. Nou, dat is ook leuk. Hier moet je rennen, oh, jongens. Wist. Dat wel, hè? Je moet me even zeggen hoe ik hem naar je toe moet sturen. Ja. Creepy as hot son of fuck. Hing, 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 hing. Oh, Dani, wat de fuck doe jij? Yo, pik. Ah, cool. Nee. Ik heb al heel lang niet meer GTA met controle gedaan. Geef even aan welke... Op welk account ik hem toe moet sturen. Oeh, ja, die binnenkant is lastig om te zien. Stuur me maar even een berichtje, dan kan ik hem meteen terugsturen zometeen. Ik zat echt iedere dag deze week te wachten op die giveaway. Hè? Ik had echt verwacht dat ik hem zou winnen. Samen maar ook die andere guy. Oh, een kutbot. Ja, ik had hem ook. Nam hem niet lekker. Nee, als je mij een berichtje stuurt, dan sta je bovenaan. Dat bedoelde ik meer. Dan kan ik je meteen sturen zometeen. Ja, joh. Nee? Ik heb geen andere banden gehad. Fuck, jongen. Hoe kreeg ik dat nou weer voor elkaar, jongens? Ik stond met één bandje over de vangrail en ik kon gewoon niet meer wegrijden. Ja, dat is, met welke band? Met mijn rechterband. Dan niet even vergeten. Dan kan het wel. Want je weet dat volgens mij is deze auto achterwiel aangedreven, want het ding trekt niet echt. Dus dan kan het. Mijn god. Creepy ass hostage on the fuck. Marijuana onkels, man. Zijn er veel nieuwe mensen die meedoen? Die Jay en die Lemonade. Sky Dave heeft al een keer ermee gedaan. En Drew. Jay? Wie? Welke? Hè? Ik weet niet welke bedoel met Jay. Nee, Sky Dave zei ik. Ik dacht dat je zei Jay. Nee. Volgens mij zei je... Je zei Jay. Oh. Nee, ik moet altijd even de landjes opzoeken van wie ze zijn. Ik kan ook best goed aan de naam zien op zich, maar... Niet bij iedereen, maar de meeste. Ik wou zeggen, waar komt Nivarum dan vandaan? Denk Frankrijk, voor mijn gevoel, maar... Dat is zo'n gevoel krijg ik, maar... Ik weet waar die vandaan komt, ik moet alleen opzoeken. Nivarum komt uit... United States of America. Dan maar zo. Wat een poepbocht vind ik dat. Wanneer komt het nieuwe seizoen van Fortnite? Want dan moet ik echt maar Fortnite gaan spelen. 16 maart. Oh god, dan moet ik maar eens wat giveaways zeggen. Ik zit volgens mij in de level 90. Maar ben ik nu level 92 of zo. Maar ik speel op PC en met 300 FPS. Dat is niet normaal. Nee, ik bedoel meer van... Dan moet ik maar weer eens gaan kijken of ik Battle Passes ga weggeven. Dat zou ik wel nice vinden.
Ik had gisteren de Leviathan X gekocht van de Kratos bundel. Ik had nog 1200 V-Bucks, dat is echt een nice pickaxe. One hand pickaxe. Ik speel zoveel 5M de laatste tijd. Hoor mijn motor dan toeren maken. Zo klinkt mijn maag als ik honger heb. Wil je ook lopen op ze in? Ik loop ook op jullie in. Ik zat 3 seconden achter op jou, maar dat was omdat jullie een betere exit hadden op een bepaald punt. Ik zit 21 seconden achter de nummer 12. Wat dan, Amber? Dag, laminaat. Laminaat. Holy lemonade. Hij zit 1992, dat is wel een redelijke... Boomer. Nou, dank je. Al die giveaways. Ja. Jij ook zeker, of niet? Welk jaartal staat er achter mijn naam? Oh, dan maar 89. Oh, dan slip ik weg. Ik kom uit de jaren 80. Ik haat die bot. Jij bent nu toch 31? Ik ben nu 31, ja. Oh. Mijn vader wordt dit jaar 40. Kijk. Mijn moeder wordt dit jaar 58. Mijn moeder wordt dit jaar 52. Nou, ik ben 14, hè. En mijn moeder is 58. Ik ben een laatkomertje. Altijd gezellig in de kijk. Mijn zus heeft 2 kinderen, die krijgt nu een 3rd kind en... Ja, maar dat is het belangrijkste. Ik vind... Mooi geland, dat wel. Maar ik vind het altijd zo, kijk, ik vind het leuk om groter te worden. Ik vind het leuk om meer abonnees te krijgen. Maar als ik af en toe zit te kijken naar streams van echt van die grote crits, die met miljoenen subscribers en die gaan dan livestreamen, dan denk ik bij mezelf, hoe de fuck? Dan is het geen leuke stream meer, want ik kan niet, je chat kan je niet lezen, je kan niks in de gaten houden. Nee, maar je chat. Kijk, ja, de laatste kijk heel veel Mauro, dus een Fortnite YouTuber. Die heeft rond de 500 abonnees. Die heeft 12 kijkers per stream en die leest altijd zijn bericht. Kijk, als je dat hebt. Ja, het is ook wel leuk om, weet ik veel, 2.000-3.000 kijkers te hebben, weet je wel. Dat is het, maar dan... Kijk, ik heb liever 100.000 abonnees en dan misschien 20-30 kijkers of zo dan... 1 miljoen abonnees en dan, weet ik veel, 10.000 kijkers. En dat is gewoon vervelend. Ja, maar dan... Kijk, het is leuk. Ik vind het leukste van het streamen, vind ik. Gewoon gezellig. Kijk, ik kan niet racen. Ik rijd 13 en ik vind het prima. Ik rijd gewoon mee voor de leuk. Maar... Ik vind het leuker om gewoon met de chat te praten en met de mensen in de party te praten dan überhaupt. Je moet mij niet gaan kijken voor de beste game content. Gewoon de gameplay, ja. Dat... Gewoon, het is gameplay. Ik ben niet de beste. Wil je dat doen, dan kan je beter bij iemand anders kijken. Voor mij, ik vind het belangrijker dat de chat gezellig is en dat we gezellig met elkaar kunnen doen en een beetje lopen lullen en... Nee, ik ben nu aan het kijken, want ja, ik heb mijn PC nu, dus ik kan nu via OBS streamen. Heb ik 1 keer gedaan. Dat lukte me op zich wel. De eerste keer kon je mijn gameplay niet zien en mijn stem niet horen. De tweede keer lukt het wel. Maar ja, ik weet niet, ik heb nog niet iets mee... Maar dan kan jij dus ook game captures gaan doen, dus ook lagen erop zetten. Dus dat je je abonnees ziet en dat soort dingen. Dat kan ik ook, maar ik kan ook bijvoorbeeld de donatiebalk, weet ik veel, kan alles erop zetten. Mm-hmm. Nou, ik doe het niet via Streamlabs OBS, ik doe het normaal OBS. Met Streamlabs heb je veel meer mogelijkheden eigenlijk, maar... Ik weet het niet. Ik denk Dani is ook aan het kijken voor een PC, alleen het lukt hem nog niet echt helemaal. Nee. Tja, je moet natuurlijk wel een beetje de goede dingen erin hebben zitten. Mm-hmm. Nee, ik heb liever een gaming... Ja, ik heb liever een laptop. Ja. Nee, ik niet. Ik wilde niet op gamen. Ik wil gewoon een... Het liefste zou ik een laptop hebben 1 tikkeltje hoger... dat ik wel gewoon Streamlabs erop kan draaien. Of OBS. En een game capture erop kan zetten. Maar je kan best goed editen voor een i3. Want jij hebt een i3 in je PC. Of je hebt PC in je laptop. Ja. Want Dani had een PC gezien met een i3 die... En ik zei gelijk, nee, dat moet je niet doen. Nee. Dat... nee.
Je moet minimaal een i5 hebben, die heb ik er ook in zitten. i5 met een 1660 videokaart. Ja, maar het hebben. Gaat mij niet om de video. Ja, deels wel om juist, de video. Ja. Nou, als je echt wil gamen, dan heb je wel die videokaart echt wel nodig. Ja, maar ik, wat, heb je dat niet, dan hoeft dat niet echt per se. Dan kan je weten een andere. Wat ik voornamelijk nodig heb is... Dag! Wat ik dus voornamelijk nodig heb is een PC die een game capture aan kan. En dat kan deze niet. Die van mij denk ik wel. Ja, ik heb daar geen verstand van. Ik wist niks van OBS of zo. Snap ik nog steeds van. Ook niet van dat editprogramma, van dat Vegas, Sony Vegas en dat soort shit. Ik heb liever, denk ik, wat jij hebt, zo'n makkelijk programma. Hoe makkelijker, hoe beter. Ik ben je uiteindelijk... Nou, ja. Dat kan, maar dat is, ja... Ligt er ook wel weer aan, eigenlijk. Maar... Wat ik heb, is 3 keer kut. Dat werkt gewoon niet. Dat is gewoon echt alleen maar uit noodzaak, omdat de rest er niet aan kan op mijn computer. Oh, zo, maar... zou je niet op Share Factory editen dan? Dan mag ik niet op mijn PlayStation wel editen. Ja, ik deed dat wel altijd, maar ja, je kan niet, ja... Je eigen muziek kan je er ook niet mee doen. Dat kan wel, maar dan met USB. Ja, maar bij mij doet het de USB altijd niet. Ja, maar ook niet. Maar ja, ik hoef dat niet meer, want ja, ik heb nog een video staan. Dat heb ik met Dani, met een pimp video. Maar ja, die heb ik nog steeds niet geüpload, maar ook niet geëdit. Maar dan moet ik een USB en dan moet ik hem van mijn PlayStation naar mijn PC doen. Ja, maar dat doe ik altijd. Ik haal al mijn video's van mijn PlayStation af. Ik heb gewoon een 16 gigabyte zo'n USB-stickie en dan gaat hij erin. Dan gaat de PlayStation gewoon 3 uur lang filmpjes over te zetten en dan... Dat moet ik ook doen eigenlijk. Nou, ik heb ook veel Fortnite clips en veel Rocket League clips en zo, maar ja... Ik hoop dat eens een Fortnite montage maken of later maken, lijkt me wel leuk, man. Dat wil ik ook laten doen. Jij hebt Stef Dani, want die doet dat voor jou. Ja. Nou, als ik iemand zoek en ik zoek een goeie, dan betaal ik ook weer 10 euro voor een edit, ja. Ik weet mensen niet of... zijn gierig. Maar iemand vroeg 50 cent per clip. Nee, dat... Ja, maar... Dan heb je 10 clips. En van 10 clips heb je een 10 seconden misschien... Nou, nee, misschien... 30 seconden montage. Nou, montage zou sowieso tussen de 2 en 4 minuten kunnen duren. Dat zijn veel clips hoor. De clip duurt, het kan af en toe maar 5 seconden zijn of zo. Ik weet niet wat. Maui me ook kan redelijk goed editen. Ik weet niet wat hij. Ja, ik wil het ook heel graag kunnen, dan dat mensen mij betalen of zo. Maar ja, ik kan het niet echt. Ik kan Share Factory editen, maar PC, ach, hell no. Mij niet bellen. Ik weet niet wat hij ervoor vraagt, Maui. Ja, ik weet ook niet waar edit. Dan moet je ook echt bekijken aan wie je, als je een filmpje ziet van iemand die goed kan editen. Hij heeft zijn eigen kanaal. Staat hij met mij beschreven. Ja, dat weet ik. Daar ben ik ook op geabonneerd, dat weet ik. Ik weet nog dat er daar niet echt iets mee. Ik weet nog dat er een periode was dat er heel veel edits kwamen. En dat ik overal, dat hij mij ging saven. Waar alleen maar dat hij mij carryde. Tering, wat heeft... Zit pas lab 8, joh. Negatering. Mau weet ik niet. Mau heb ik spreek ik niet zo heel vaak meer. Mookie was aan het racen net met Daddy Cool. Maar daar heb ik de hele middag al mee gegamed, dus... We zijn nog steeds bezig met Flevoland. Op Minecraft. Ja. Nee! Let's go! Kan inlopen. Ja, maar jij spant eerder in, kut. Ja, je hebt het nu ingespant, kom eraan rijden. Nou ja, je hebt nog voorsprong, Dani. Wees ja! Kutrace, jongen! Haal jij me weer in, jongen, kutrace. Ik ga de tering. Ik zweer het, jongen, voilà. Jongen, je reed 8 seconden voor mij. Die ja, ik kreeg vlog achter de derde. Nee, dat was, ja, een paar seconden. We zijn op 1/3 van de race. Nou ja, jullie zijn er al overheen, want ik kan me naar Ben rijden 1 minuut 11 voor op mij. Jij kan mijn lijnen pakken, want ik, ja, liep wel ziek op je uit. Ik heb niet echt lijnen voor deze race, maar... Dat zei die, ja. Kijk, dat bedoel ik. Ik heb niet echt lijnen voor die race.
Ik heb wel lijnen, niet alle lijnen zijn even goed. Want als ik een goede lijn pak, dan denk ik, oh yes, en dan pak ik hem de volgende keer, dan pak ik hem net anders. Dan leg ik opeens op mijn dakkie. Zoals hier. Kijk, hé, nu pak ik hem goed. Ik kan mijn event soms wel weer inhalen en dan kan ik zijn lijnen pakken. Dat zal halve de ronde goed gaan, maar daarna niet meer. Nee, ja, wat ik het liefst zou hebben, dan kan ik ook muziek onder stream zetten. En dan maakt niet uit dat het een keer dan dat ik hem niet kan monetizen, want ik kan hem toch niet monetizen. Maar dat je gewoon gewoon muziek aan kan zetten. Lekker relaxed. Een chill stream. De laatste tijd zijn late night streams ook heel erg in. Ja, Jezus. Dag! Krijg de tering, ik zweer. Gaat hij ja, over je kop, ik ben gelijk een zevende! Dag! Ja, maar die haal je wel in, joh. Rustig maar. Ja, dat is gewoon chill, muziekje erbij. Maar Jin, jou ga ik sowieso niet meer inhalen. We hebben dat één keer gedaan, maar toen moesten we serieus... Had ik hier boxjes aanstaan die bij mij in de buurt stonden. En elke keer moest ik zelf op mijn telefoon... Dat was met die 12 uur stream. Ja, moest ik zelf de muziekjes opzoeken. Je moet een playlist kunnen maken en dan gewoon dat laten afspelen eigenlijk onder je stream. Ja, nee, ik kan met mijn Streamlabs, als ik OBS kan gebruiken, want die kan je koppelen met OBS. Dan gaat hij gewoon muziek van YouTube afhalen. Ja, Willy zit alweer achter me. Ik zit daar weer achter. Maar die bocht waar ik over de kop zat, jongen, dat vind ik ook een partijtje een kutbocht, jongen. Ja, fuck. Tyfus race, jongen. Oh, dat ging bijna. Maar kijk, als Willy boven mij komt, dan haal ik hem sowieso niet in. Met punten. Je kan dichtbij hem komen als ik... Staat Vapid voor ons? Ja, kut. Ja. Volgens mij wel, hè. Ja, die zat tweede. Willy heeft een kutbocht, ik heb een heerlijke bocht. Oké, nice. Oh! Die was ook nieuw, die kende ik ook niet. Nee, precies. Ik kan wel opzoeken. Niet te hard gas geven in die bocht, Dani. Anders vliegen we over de kop. Oh, daar ben ik al twee keer op mijn dakkie geland. Nou, Dani ook één keer. Nee! Oh, ja, toch. Achtste. Nice. Ik... Ik mag nog wel wat landjes gaan bedenken, ja. Of gaan opzoeken. Nou ja, ik niet. Laat ik het zo zeggen. Willy zoekt altijd de landjes op. Die gaat die mensen zoeken in de lijst. En dan gaat hij kijken wat voor land erbij staat. Ik moet de vlaggetjes gaan zoeken. Maar merendeels van de vlaggetjes heb ik al. Of op PlayStation opzoeken wat een country is en zo. Ja, ja. En als ze 5 landen hebben ingevuld, dan pakken we wel de eerste. Er zijn mensen die invullen dan Amerika, Arabische, weet ik veel. En dan Japan. En dan vullen ze allemaal in welke talen ze spreken. Dat is de 8e. Nou, hier kom ik echt niet meer ver mee. Ik heb hier niks aan eigenlijk. Ik sta 11e. Ja, ik stond 5e, 4e, 5e, maar... Ik stond 4e. Jullie staan nog heel dicht bij elkaar. Ja, eentje is gecrashed weer een beetje, dus kan ik weer 7e. Maar in principe, ja, ik heb er ook gewoon geen zin erin. Sinds die PC heb ik te veel met die PC weer, dan vind ik dat ook 10 keer leuker. Ik heb niks meer met die PlayStation gewoon. Het is gewoon zo saai. Ik speel alleen GTA er nog op, of Call of Duty, maar Call of Duty heb ik ook al lang niet gedaan, heb ik ook geen zin erin. Ik hoorde dat Call of Duty 2, wat is dat? Black Ops 2? Nee, Cold War. Nee, dan Black Ops 2.
Dat die dat de servers daarvan gaan stoppen. Dat was kut. Dat was mijn lievelings Call of Duty samen met deze. Ja, dat hoor ik van heel veel mensen. Zo, het is best ooit gemaakt. Altijd in alle Call of Duty zit allemaal poep en meuk, allemaal onzin dingen. Hier in deze en in die Black Ops 2 niet. Ja, ik speel geen Black Ops, dus dat scheelt. Dat wil je ook niet zien. Ik heb één keer, welk spel heb ik gespeeld? Dat je dan dingetjes moet veroveren. Punten. Ja, is goed, dank je. Gekke Kimpie. Ik heb veel Warzone met vrienden gespeeld. Hoe heet dat spel nou? Oh, Battlefield. Oh, dat. Dat ging mij ook niet goed af. Ik hoor dus veel van GTA roleplay of zo met Nederlanders. Service, ik snap er helemaal niet van hier. Ja, dat doe ik. Maar dat is dus dat ze... 5M. Dat heet 5M en dan speel je op PC en dan heb je heel veel, misschien wel miljoenen servers van buitenlands, Nederlands, alles wat je wil hebben, kan je erop spelen. Je kan mod server spelen, je kan Nederlandse politie roleplay spelen, met Nederlandse ambulance, ANWB, alles zit erin. Criminaliteit, alles. Nou, ik speel op Zuiderveen, dat vind ik een van de leukste. Dan gaan ze gewoon spelletjes spelen, toneel spelen, spelletjes spelen. Soort iets, maar dan ja, gewoon, je doet het echte leven na in het spel eigenlijk. Mensen vroegen dat of ik dat ook wilde gaan doen. Ik zeg, hoe wil je dat ik dat ga doen op de PlayStation? Nou, ik heb maar een PC van 1000 euro precies. Dus ja, van maar. Best mee. Nou, als je naar PC kijkt, dan kan je maar zeggen hoor. Dan moet ik twee weken voor werken. Dat valt mee. Dat is meer dan een maand hypotheek. Je moet er 2 jaar voor sparen. Ik heb een heel jaar nooit 1000 euro. Ik heb het met mijn verjaardag dit jaar gekregen. Ik weet niet hoe, in de coronatijd hoe, weet ik niet. Maar... ja, ik vind het allemaal wel best. Ik vind het nice. Dus ja... nou ja, ik heb nog een beetje over, dus... nog 100 euro of zo, weet ik veel. 80 euro heb ik nu nog over. Of ik kan kiezen voor... een maand huur of een hypotheek betalen of van een gaming PC. Wow. Ga ik liever hier nog even een tijdje wonen. Ja, doe ik zo naar de race. Kijk, Kimpie. Maar ja, in 5M je werkt ook gewoon bij de politie en je krijgt er ook gewoon salaris voor. Dat maakt het ook leuk. Kijk, ik ben proberen te solliciteren bij ANWB. Dat is de meest gewilde baan op die server. En dus je moeilijk erom op te komen. Want je rijdt lekker veel rond, je helpt mensen. Het is al... ik zat vandaag op de server. Ik stond ik denk, mijn auto was kapot. En je gaat naar de ANWB toe. En je staat daar, ik kom binnen. Er zijn maar 4 medewerkers en het staat helemaal vol. Misschien 20 auto's of zo. En dan loop je maar te roepen, kan je me helpen, kan je me helpen? Ja, wacht even, eerst deze, ja. En dan af en toe dan knal je ergens eraan, dan is je auto gewoon kapot, dan rijdt hij niet meer. En dan sta je gewoon stil. Nou, dan heb ik een vriend die mij dan kan duwen. Dus dan kan je gewoon beuken er tegenaf. Je kan zelfs ook gewoon uitstappen met gaan duwen. Dus je kan wel gewoon duwen. Ja, dat werkt bijna niet, maar het is echt leuk. Hey, gangster eend. Yo. Wat een teringspel dat FIFA. Ja, zeker. Ja. Ik heb ook nog FIFA 21 liggen, wil je wel kopen? Speelt niet. Maar wat games van de PS4 verkopen, want ik speel er niet meer zoveel. De PS4 ga ik sowieso niet verkopen, want ja, je speelt GTA Online, dat soort dingen wel nog op de PlayStation. Maar ook al heel weinig. Ik sta nog steeds 8, ik ga er nooit meer naar. Dus die heel snel bocht. Oeh, ja, oké. Hoeveel punten krijg je als je 8 staat, Rianne? Geen idee. Een zesde? Geen idee. Ik weet niet eens of ik wel... ik heb geen heel veel laps. Plus 3 punten als je de snelste ronde rijdt. Nee. Ja, ga maar weg. Ga maar weg. Ja. Ja, ik haal deze mensen nooit meer in. Ik heb er ook gewoon helemaal geen zin meer in. Ja, Willy en Johnny gaan ook niet meer inhalen, denk ik. Ik reed net ziek op ze uit. Ja, tuurlijk. Kutspel. Kritieve jongen.
kutrace. Dit vind ik echt een partij een kutrace, jongen. Ik zweer het. Zorg dat ik het zeg. Ja, maar als ik dit niet meer... Ja, maar dat is 10 seconden op mij voor. Dat loop ik nooit van mijn leven meer in. Lekker, Amber. Zit in twijfel om te lieven. Het is de eerste keer dat ik ga lieven. Ga ik gewoon even op mijn pc. Ik heb hier echt geen zin meer in, gewoon. Daar ga jij nou voor me? Nee. Je krijgt zelfs meer punten als je gewoon stil blijft staan, hè? In plaats van lieven. Hey, Mookie. Ja, maar dan gaat mijn pc sloom lopen, denk ik. Amber vroeg net waar je ook was. Ja, ik was even live en party weer terug in. Dacht ik al. Kan je uit een race gekikt worden, Rianne? Voor NFT of niet? Echt, jongen, drama. Ook bij de sprintrace weer drama? Ja, ik heb nog een puntje gepakt, maar dit is echt zulke onzin meer, jongen. Ja, ik hoorde dat de stewards het druk zullen gaan hebben. Helemaal. Is het afgelopen bij de... Is het F1 afgelopen ook? De rookies zijn er bezig. Die Vepit en die Cam Chaxelaar hebben het... die zitten echt bijna in elkaar. Ja, komt echt erbij. Nou, ik heb me twee incidenten doorgesloten. Ja, er is niet heel veel wat ik kan zeggen. Nou ja, dan ga ik in de studio, want ik heb geen zin om alles terug te kijken. Ik weet wel dat ik twee keer ben ingehaald achter een safety car. Nou ja, dat mag niet echt optieven. Nee, dat is... Dat is zwaar illegaal, dus ja. Reed Nieuwsplooi mee? Nee, niet eens. Zelfs Jordi reed niet mee en die mocht gewoon meedoen. Ja, doei Willy. Ja, doei Willy. Ja, waar is Jordi? Hey, ik ben alleen maar blij dat hij meedeed, want er waren al genoeg 70 cars in 100, tjie zeg. Ik ben gewoon aan zo hard op schieten te zeggen, ik kom er nu achter, maar... Nou, gisteren hebben we geen 70... Kan je 70 cars krijgen in een 35% race? Oh, nee, we hebben geen safety cars gehad. Ligt het aan mij of mijn wifi of valt iedereen weg of zo? Met praten bedoel je? Ik heb daar geen last van in ieder geval. Nee, Amber zegt dat iedereen wegvalt met praten. Oh. Dat is zo. Ik hoor af en toe een woord. Ben je wat aan het doen, Mookie? Ben je wat aan het doen? Ikke. Ja. Nee. Kan je heel even luisteren in de stream of je dat ook hoort? Alsjeblieft. Ja. Dankjewel. Ik was eigenlijk Willy's stream aan het kijken. Ah, oh, dat kan ook. Nee, grapje. Ik was zelf dingen aan het uploaden omdat ik geen zin heb omdat deze dag morgen allemaal uit te moeten zoeken. Ik heb hier zo geen zin meer in. Ik zit ook met mijn halve ogen dicht, geen grap. Ik heb zo geen zin in, echt niet. Ik heb serieus gewoon een bril opgezet om het beter te kunnen zien. Oh nee, ja, het is een blauw bril, maar... Oh, het werkt weer, ja. Nou, oh, ja, het werkt weer. Gelukkig. Oh, kom ik ook nu achter. Ik had geen problemen of zo. Dus... Ik ga gelept worden. Oh nee, niet. Door Dani. Ik hoorde niks. Ah, door Bulldogs. Mij? Ik denk het. Ja, ook door mij. Ik rij achter Bulldogs. Ja, en Willy. Ik ga nu de brug in.
Nou, dan gaan we maar alvast even tijdritje rijden op Zandvoort. Is Zandvoort de volgende? Ja. Snap ik, Prank. Ja, jammer. Volgens mij had iemand anders in mijn party vanmiddag daar ook last van gehad. Ja, dat tyfus, ik ga stilstaan. Ik heb er geen zin meer in, echt niet. Lekker mijn PC aanzetten, daar geen zin meer in. Prank Rino, is Weekend League aan het doen? We hebben gewoon in die kut party, maar geen zin in die kut race meer. Zo, en, ik ga Fortnite spelen op mijn PC, geen zin meer. Bloemzak zei ook al dat hij gaat in de vermuur had gegooid vanmiddag. Epic Games Launcher. En ook af en toe bewegen met mijn controller zeker, anders ook gekikt. Ja, daar heb ik ook geen zin in. Ja, mm-hmm. Maakt uit. Ik wil wel die punten hebben op zich. Ik heb deze echt geen zin meer in. Ik heb echt zelden geen zin meer in iets, jongen, man. Zo, pardon. Proost. Dank u. Zo, oh. Dus heeft een keer zin om snel te zijn. You have been left by coming of hand. Nee, ik heb de checkpoint gemist! Meen je niet! Ja, dag! Dag, ja. Tyfus! Hallo! Oh. Ja. Te ver afgesneden. Gaat er nog wat gebeuren, woeie? Krijg je lekker de teringen. Krijg lekker de graf, tyfus. We zijn wel lekker bezig, hè, vandaag. Ik heb 100.000 views en ik heb 1900 volgers, what the fuck. We gaan de punten. Ik heb ik schaam me nu echt dood, hè. En Janne. Ja. Ik heb op een TikTok die ik had gemaakt, heb ik 100.000 views. Dat is niks. Ik heb 3 keer zoveel. Ja. Ja, omdat jij leuk doet met je 300 views, 300k views. Ja, dat moet je precies. Hoeveel had jij er, Mookie, uiteindelijk? Zo bespreken wil ik er nu ook waarschijnlijk zo'n 50.000. Op wat? Op een video van 10 seconden. Ook van TikTok of Ja. Sta ik ook op die TikTok. Ah, al die Marvel skins zit terug. Ant-Man is in de shop. Ja. Wat leuk, Ant-Man in de shop is. Deze is toch op een tijdje gay, jongen. Ik zweer. Ik kan ook gewoon niet voor naar mijn controles spelen. Moet ook gewoon toetsenbord aanboeien. Kan ik ook. Ik kan er niet eens meer inhalen. Ik wil het op zijn minst nog 6 eindigen. Op zijn minste kan Rianne me inhalen. Oh, die heb me al ingehaald. Fantastisch. Ik heb je al ingehaald, ja. Ja. Wacht even, er staat dat er een donatie is gedaan door Benny te geloven. Maar dat is dat leuke. Benny te geloven. Benny te geloven. Ik zit voor net spelen, maar ik hoor gewoon geluid van dingen. Ja, dag. Dan vlieg ik ook nog eens over de kop, jongen. Top race! Ik kan niet lopen. Top. Ojo. Jouw naam laat het mij twijfelen of je het echt gedaan hebt, maar dan... Ah, nu moet ik op mijn streamlabs... Ik kan niet op erin halen. Oeh, jongen, wat fijn. Ik ga meteen kijken, jongens. Dono! Elke keer op het begin gaat tante goed en op het einde gaat het slecht, jongen. Is het toch, ja, je rijdt nu achter Willy. Normaal zeg je altijd dat je goed gaat rijden achter Willy. Ja, oké, okay, maar ik, ja, als ik dik achter me rijd, maar ik rijd echt fucking. Ja. Oh, die muis zit ook weer zo verrot achter me. Kut dingen. Ja, door te praten rijd ik ook al goed. Want ik ben nu weer wel best wel aan het inlopen, Willy. Maar ik sta wel weer, ja, 8 seconden achter. Ik heb mijn muis achter mijn televisie gedaan. Kijk, nou kan ik als het goed is gewoon... Holy shit, oh, maar dit is wel weer kut, denk ik. Maar ik denk niet meer dat ik hem kan inhalen, want ja, ik heb niet meer zoveel tijd. Hoe laat is het eigenlijk? Het is stil. 9:15. Brr. Oh, ik ben 3 dingen tegelijk aan het doen, jongens. Het is toch wat. Zo, een vrouw met 3 dingen tegelijk. Dat is ook bijzonder.
Dankjewel, Benny Tegeloke. Leuke stream, hou ervan. Dank je voor de dono. Hoeveel euro? Voor de 3 euro dono. Ik heb ook echt een dono. Jij krijgt toch vorige week of zo, krijg je toch 17 euro of zo? Ja. Kijk, weer Battle Pass kopen voor de giveaway. Ja, nu kan je de 2 weggeven. Ik zit gewoon in het lijstje zetten, ben niet te geloven. Ik moet echt een nieuw toetsenbord hebben, dit ding is zo verrot. Het is alleen PayPal, ja. Ja. Dus dan zet je geen iDo aan, dan? Ja, kan niet bij Streamlabs. Oh. Kunnen we wel met moeten we dan met PayPal betalen? Ja, ik heb PayPal account, maar die doet het nooit. Teringding. Maar ik wil zeg maar zo'n... Oh, ja, tuurlijk! Ik zou het maar zevende! Ik wil zeg maar zo'n Arcanine kopen of zo. Dat is zo'n wit klein toetsenbordje. Die is voor me echt kapot chill gewoon. Lekker chill dan. Ik zat 16 seconden achter Willy. En 9 seconden achter Drew. Echt klappen. Oh, voor mij is mijn toetsenbord echt kapot. Die weet het niet meer of zo. What the fuck is dat nou weer? Even kijken. Ik ben drie. Ik ga kijken of ik het voor elkaar kan krijgen. Edit. Scroll naar beneden. Scroll naar beneden. Oh, te ver. Oh! Nou zeg. Even kijken. Ctrl C. Save. Kijk. Zo, ik ben dik 2 seconden meegelopen. De tiers. QC slaapbrigade. Ah, you're back. QC slaapbrigade. Oh, wat is dit? Ja, nu sta je er dan 2 keer in, hè. 2 keer op een andere naam. Doneren is 2 keer in mijn lijstje. Hoe is het met jou, PvP General? Dat is een tijdje geleden. Ja, jij staat een AFK op bij elke... Ja, ik zit letterlijk gewoon te beelden hier in Creative, maar ik hoor letterlijk gewoon jullie langs rijden. Dat maakt het nog leuker. Nee, QC ja, ik doe de testreis wel normaal, hoor. Is degene die toen die 27 euro gedoneerd had. Was 27? Ik dacht 17. Nee, dat was vorige week. Dat was Cornelis. Waarschijnlijk heb ik best lap. Dat was iemand die zei van... Wat is je lievelingsgetal tegen Dion? En toen zei Dion 27. Toen had hij 27 euro gedoneerd. Moest je 100 zeggen? Dat zei hij daarna. Ik had liever 480 gezegd dan volgende keer. Ja, ik zeg nee joh. QC. Met zijn wat is het? Oh ja, met zijn ooit ding. Nee. Hoe heet dat ding? Niet zijn quarter pounder, nee die andere. Oh ja, zijn Big Tasty die weg is. Nou ja, mini tasty, want die Big Tasty was nog niet zo groot meer. Ik heb serieus nog PvP. Ik moest toen voor jou proberen in de top 10 te eindigen zonder wapens te pakken en dan uiteindelijk nog door te gaan. Ik heb het vaak geprobeerd. Niet echt gelukt. Dat is best makkelijk op zich zonder guns in de top 10 te eindigen. Hey, heb je het over Fortnite? Mm-hmm. Dat is niet zo moeilijk. Ja, maar je moest in het midden landen, hè?
Dat kan, gewoon gelijk wegrennen. Nou, dat is moeilijker dan je denkt. Ah, ik heb nu zin om dat te proberen. En dan zonder... zonder te veel te campen, hè? Dus niet de hele tijd in bosjes zitten en dat soort dingen. Ja, dat kan wel. Nee, ik krijg vol tegen de vangen gedaan, hè. Ik wil editen af en toe, maar dat lukt gewoon niet. Muis echt verrot, dat is ook gewoon een... Land ergens op de rand van de map. Pak geen wapens, geen mats. Ren naar het hart van de cirkel, van de witte cirkel. Overleef het tot 6 man. Daarna mag je alles weer. Vergeet niet, je mag niks. Alleen maar rennen. Dat is altijd mijn challenge. Ja, toen was het nog net iets anders. Toen moest ik voor jou gewoon landen in het midden en dan proberen te overleven bij 10. Nee, je hoort het. Wat de challenge is, Jay. Ja. Yeah. Maar ik heb zeg maar mijn... Mijn toetsenbord settings niet op mijn PC allemaal, zeg maar. Dat is kut. Nou, die ga ik eens proberen. Maar dan moet ik Fortnite überhaupt eens een keer weer opstarten. Ik denk dat ik eerst eventjes 15 updates moet uitvoeren. Top 6 en dan mag je weer. Ja, dit ding is echt zo verrot, jongen, helemaal. In februari 3 winnaars, oké. Maar het is niet de bedoeling dat je hoeft te winnen, want kijk, weet je, dat is voor mij ook nog weer een stukje lastiger, want winnen doe ik niet zo vaak. Wel als ik meedoe. Sorry? Wel als ik meedoe. Wel zo'n verwarmd dan, Mokkie. Ja, Mokkie, kom eens Fortnite dan, 1v1. Dan moet je eerst weer eventjes het stof van de Fortnite afhalen, denk ik. Net zoals ik. Hé, wat? Hij zei, kom 1v1, ja, zegt Jay. Ik zeg, dan moet je eerst weer de stof van de Fortnite afhalen. Als je wint, is er een bonus. Als je wint, is er een bonus. Ah... Bot lobbies, here I come. En het is een solo challenge, ja. Met een teammate is het nog best om te doen. Ik wou zeggen, want dat gebeurt vaak genoeg. Dan heb ik misschien wel wapens en dat soort dingen, maar dan ben ik nog steeds degene die niks doet. Dan is Mookie altijd degene die schiet. Ik weet nou, toen dat ik meedeed, toen was ik als enige over en had ik dat hele squad ge... GG! Oh, dit is er eerst eentje gefinished. Ja, dat is op mijn laatste lap. Oh. Ik had het nog niet helemaal door. Kijk, Amber, je gaat steeds meer vooruit. Oh! Ik ga nu ronde 22 van 23 in. Nee. Ik doe eventjes Mookie's ereronde. Sorry, Mookie. Hij luistert ook gewoon niet, hè? Oh, een kutrace, hoor. Er bestaan er een aantal nog, ja, zeker. Even kijken of die bij jou aanstaat. Ik zei van ik ga nu Mookie's ereronde rijden. Hey, ik heb een DNF. Die van Amber staat uit volgens mij. Ik had er een paar uitgezet die er al... Die, hij staat nu aan. Hmm.
Gaan we nog die volgende race doen? Nee. Ik vind dat doe ik wel mee. Wow, de muur is af. Foto zeker. Freemart. Ja. We hebben zelfs glas over. Waarom doet hij het niet? Kijk, hij doet het. Ik leen even chocoboxes. Oh ja, is goed. Had je gezien, ik had de eerste begin gemaakt. Ja, ik zie het al, ja. Ben een keer dood gegaan. Ik de tijd niet heb om naar verder te gaan. Ja, het is morgen moet werken. Mijn zinnen worden telkens verwijderd. Welke zinnen? Waar? Hoe bedoel je? Nee? Wat? Mensen installeren het bij de Google Moderator Team, wat? Zijn er ook bij Google Moderator Team in je chat? Waar zie je dat dan? Message deleted by Blue Moderator Team. In chat. Ik zie dat helemaal niet eens staan. Discord. Discord? Oh, wacht. Ik heb een screenshot gemaakt. Hm? Dat. Oké, ja, wacht even. Ik kom niet in mijn telefoon. De tering, ik kwam niet uit in mijn telefoon. Wanneer start Willy er is? Wat had jij geschreven dan? Had ik me bedacht dat ik me niet zo goed voelde, omdat het, zeg maar, dat ik morgen naar school moet en dat morgen maandag is. Oké. Ja, ik snap het ook niet. Mijn ja, zinnen worden telkens verwijderd. Ik bedoel, is dat bij jou ook? Jesse? Ik heb wat zuip halen. Hoezo sowieso gehackt? Hoezo? Hoe bedoel je gehackt? Waar was een hoekwassa? In line. Wanneer start Willy er is? In de chat, ja, maar dat is. Wacht even hoor. Nee, ik loop even te stressen. Daar zit hij. Hij is nu aan het zoeken, wacht even hoor. Oké. Okay. Hey, GG, camera fan. Bij mij was het in de chat. Oké. Okay. Maar iemand schrijft bij mij sowieso gehackt. Ik moet gaan. Oké, okay, is goed. Tot de volgende. Daniel, kom morgen even Discord dan, ja? Mm-hmm. Ja, tot morgen. Tot morgen. Oh ja, dat doet hij wel vaker. Ik weet niet, ik ga hem zo toesturen. Kan nu trouwens ook wel. Maar dat sowieso, net was er ook al dat Mookie's berichten werden. Zonder dat het door de Google moderators werd verwijderd. Oh mijn god, die PlayStation app, jongen. Kunnen ze die niet even nabouwen van Xbox? Die van Xbox is 10 keer beter. Heeft Willy al zijn nieuwe race gestart, net toch? Nee, hij is nu aan het opstarten. Ja. Te veel. 1000. Ik viel net niet van de trap af, leek maar zo. Hè?
Oké, okay, dus de witte code heb ik al gestuurd. Nee. Hè. Wat? Waarom is mijn chat zo leeg en waarom... Waarom heb ik het idee dat de berichten worden verwijderd? Omdat Google aan het verwijderen is. Zelfs ik ben niet veilig voor Google. Oké. Sorry voor het blauwe scherm. Nou, dat ben ik niet hoor. Dat is Jay. Dat type. Ja. Ben nu aan het joinen. Ik ook. Ben ook aan het joinen. Verzenden. Je hebt de code binnen. Oh, moet wel op oké drukken om door te gaan. Is vaak wel handig. No, fuck. Iemand schreef me bij mijn video sowieso gehackt. Dat vind ik ook. Couldn't agree more. En sowieso gespeld als het volgende. Z-O-I-Z-O. Ja, nee, dat is heel goed. Ik krijg meteen de kriebels. Houd het maar niet aan mijn Nederlandse sensie. Als iets vaak zo geschreven wordt, als het iets vaak fout geschreven wordt, is het wordt sowieso. Pokken. Weer de red nieuw, toch? SOS. Normaal zie je dat toch als iemand zijn berichten wordt verwijderd. Ik kan het zien als mijn moderators het doen, dat klopt. Maar nu zag ik die van Mookie ook niet. Die van Mookie werd ook verwijderd. De enige die de berichten van Mookie kan verwijderen, is hij zelf of ik. Of Google. Of Google, maar dan zie ik ze niet. Als je bij de store kijkt en dan moet je kijken naar code inwisselen. Dan zie je dat het de message deleted is. Ja, dat klopt. Als ik dit doe... ik weet niet of je dat ziet, hoor. Oh, wat je kast. Ja, waren de meeste helft van mij zoals gisteren. Gewoon nergens zorgen maken en het links. Holy moly, hij glijdt een beetje op die tarmac. Dat is een rotbocht. Ja, tuurlijk. Gaan we maar. En blijven. Gewoon blijven rijden op die wielen. Gewoon op twee wielen blijven rijden. Tuurlijk, dat is het knappe van deze auto. Gewoon ga, als je op twee wielen blijft gas geven, blijf je gewoon op die twee wielen hangen. Maakt het zo leuk. Top gewoon. Oh, dat is de Joker Lab. Ik denk al, huh? Waarom gaat iedereen die kant op? Of de Pitstraat, laat ik het zo zeggen. Oh, dat is niet een heel lang rondje.
Nee. Oh, een sandstone. Oké, dit is wel eng dat dit gewoon letterlijk een kruis aan sandstone is. Wie ligt hier begraven? Ik denk dat het Bloemzak zijn account is. Ja, ik ga weer met diezelfde bocht op zijn kop, hè? Hetzelfde. Ja, klinkt logisch. Of een trident. Of je trident, ja. Ja, ik kan ook een nieuw krijgen om mopspans en uit. Nee, nu niet, nee. Ik wil nog steeds wachten tot ze weer aan gaan. Ik wil ook weer een XP van hebben, want het enchantment is op mijn weerkleuren. Kan jij niet... Ja, jij kan hem ook gewoon nu overzetten naar... Nee. Kan jij niet in de settings? Waarom ben je dan operator? Wat is het verschil? Settings. Ik kan niet bij de game settings. Ik kan alleen mensen inviten en kickaways aan. Dan kon je ook straks wel kicken. Kon je mij kicken? Ja. Tenminste, de knoppen bijvoorbeeld. Ik weet niet of het ook wel werkt. Ga ik het weer? Ik ga weer over de kop hier. Ja, dat is een pittig bochtje daar. Ik begrijp het nog niet helemaal. God, non de jus. Rolling down the street, smoking me, sipping on gin and juice. Wanneer ga je weer eens een Fortnite livestream doen, Rianne? Ja, ik zit een beetje in die twijfel met Fortnite. Waarom? Vaak willen ze dan, mag ik meedoen? En daar zit ik het vooral mee. Als ik Fortnite wil doen, dan wil ik vaak duo's of squad spelen. En dan krijg je weer, want ik heb te weinig mensen voor custom games. Customs. Ik had toch creative? Weet je hoeveel YouTubers creative gaan met kijken? Weet je hoe leuk mensen dat vinden? Maar dan ga ik niet levelen. Kijk, als ik nu Fortnite ga spelen, dan ga ik echt om het level 100 nog te halen. Denk ik volgend seizoen maar eens wat meer weer moet gaan. Paus. Well, Minecraft. Ja, maar dat is ook weer het nadeel. Als ik Minecraft ga doen, dan willen mensen ook join. Ja, kan wel, dan kan ik iedereen er elke keer uitgooien. Dat is het nadeel van een realm. Ik wil. De normale realm vind ik het. Deze realm wil ik niet zo graag dat mensen. Hallo, bad hitbox. Nee, of je moet echt. Ik ging weer op twee wielen rijden, het is ongelooflijk. Of je moet niet zomaar iedereen toelaten. Nee, dat is het vooral. Dat ze dat tijdens. We willen geen anarchy. Zo, niet zagen jullie dat? Iedereen shit gaat nakken en zo, en shit gaat kapot maken. Dat vooral. Kijk, ik vind het niet erg als ik in een wereld zit waar iedereen in kan. Gewoon een livestreamwereld waar iedereen gewoon in kan terwijl ik aan het livestreamen ben. Ik vind het wel kut als straks ineens heel die Ocean Temple onder water liggen. Ja, bijvoorbeeld. Er ligt heel Flevoland weer onder water. Kunnen we weer opnieuw gaan dreggen? Trekken. Ja. Baggeren. Maar waarom stream je daar eens niet over dan? Wat? Gewoon over dat Flevoland. Dat is wel leuk om te zien misschien.
Denk het niet. Als iets saai is, denk ik om naar te kijken, is hoe wij Flevoland aan het leeglopen zijn. Hé hey, joh, dat is hartstikke leuk. Er komen echt goede gesprekken uit voort. Vooral als bloemen ze in de party. Ja, oké, okay, gesprekken oké, okay, maar beeld? Nee, oké. Okay. Dan zie je alleen ons alleen maar zand naar beneden gooien. En als we daar weer klaar zijn, weer naar beneden springen, zand weer weghalen. Zand weer oppakken en doorgaan. Nee, het is niet eng dat het een gaat, alleen dit sandstone is en daaronder ook gewoon weer zand zit. Is het een survival map? Het is een survival map, ja. Maar hij staat nu momenteel wel peaceful, zodat we dat kunnen doen ook in de nacht, want als we dat alleen maar ja, maar dat is slapen... sowieso wel leuker, peaceful. Ik heb nooit iets met monsters of zo. Alleen dan die guardians. Ja, oké, okay, en die drowned. Good thing. Blijkt dus als je zo'n graag schelpachtig iets aan zo'n groen geeft, dat je die een ding vast heeft rijden, dat je het wel aan het krijgen. Gaan we die tijd ook aanhouden? 1-4. Dan gaan we even rekenen. 1 minuut 4. Dan hebben we dan 45. Nee. C. 45 keer 60. Delen door 65. 40. ...41 rondjes. Ja, hier. Hier is best veel. Goed gerekend. Zo. Kraak, 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 kraak. Oh, er liggen hier ook nog gewoon rennen zandblokken dan. Zo. Ja, je hebt lopen hakken. Die niet opgepakt zijn. Zo. Je had niet zin meer. Ah. Hmm. Dus willen wat je al denkt voor die vrienden. Eens even kijken. Zullen wij straks even een video meteen maken, Wilfred? Van de volgende race. Gaan we dat maar zo doen. Een video? Ja. Voor YouTube. Aankondigingsvideo, ja. Oké. Okay. Dan kan ik even door. Nou, Amber, doe jij nog een keer de heist. En dan ga ik hem uitzetten. De stream ook. Dan ga ik die video maken. Andere video. Dan gaan we dat even afmaken. Oh. Hoe zit het met mijn rooster? Mee. Er werden berichten verwijderd door Google. Ja, dat weet ik niet. Dat kreeg ik van Mookie te horen. En van Yes Sir. Nou, giveaway is al gepost en al uitgegeven. Ik heb meteen alles gedaan. Knip, knip, klik, 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 klik. Welke? Ja, die foto. Oh, dat zou best kunnen, ja. Hmm.
Oh, dat wil Willy en ik, de PlayStation hebben ze gewisseld. Tactisch. Want hij zat. Ik moest. Nee, ik ging gisteren. F1. Voor F1, die zat op deze PlayStation. Dus dat scheelt altijd. Oh, ik heb last van mijn knieën. Nou ja, hoe zou dat komen? Misschien dat ik net al voor mijn bek ging op de trap. Oeh. Het is donker en het was glad en mijn voet gleden. En dan ging je van de trap afvallen. Ja, half. Top. Ja, tactisch. Nee, maar... Godverdomme. Waarom lukt het nou? Ja, de tering voor je, die is godgloed. Niet ik die zojuist volledig een ravijn ingetiefd is. Dus je Minecraft poppetje heeft ook nu pijn aan zijn voeten? Nee, ik landde in water. Oh, dat scheelt weer. Het kwam even iets later me binnen dat ik een ravijn inviel. Gelukkig landde ik in water. Oh, er zit hier een mindset. Spannend. Dat was wel iets voor mij geweest eigenlijk. Jij hebt wel veel geluk, Amber. Vandaag gaat alles als een top. Oh, hey, diamonds. Nou ja, al de kool nodig. Oh mijn god, dit moet je maar zo voorkomen, joh. Nou jongens, ik ga hem in ieder geval uitzetten voor deze avond. Ik zeg bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En ik zeg later.